De arrestatie voor verhoor van Emir Bachorig, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, in het kader van een drugsonderzoek rond 20 kilogram cocaïne en wat cannabis, die werden aangetroffen in zijn ouderlijke woonst, deed toch wat stof opwaaien in de samenleving, om het, om het zacht uit te drukken. En hoewel het onderzoek nog, nog steeds lopende is, verklaarde u eigenlijk onmiddellijk uw volledige steun te geven aan um, de voorzitters. Gezien de drugsproblematiek in ons land en de daarbij horende gevaren voor onze jongeren, lijkt volgens mij de enige gepaste reactie die u op dat moment kan geven om de voorzitter tijdelijk te schorsen tot er uitsluitsel is over zijn onschuld, waar we uiteraard allemaal op, um, op, uh, op hopen. Meneer Brusselmans, er loopt op dit moment een onderzoek voor het aanzetten tot haat en geweld tegen een parlementslid van uw partij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Wat is dat nu? En nog geen enkele, keer, geen enkele keer heb ik u horen zeggen. Oei, dat is wel slecht voor onze stil. Dat is imagoschade voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers of voor het parlementaire ambt. We misschien, het misschien, ja, misschien moeten we tijdelijk, misschien moeten we 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 tijdelijk collega Brusselmans, misschien moeten we tijdelijk collega Van Langenhoven schorsen. Ik pleit daar niet voor. Ik pleit daar niet voor inderdaad de bevolking zal het bepalen. Maar die rechtsstaat, die voor Dries van Langenhoeve geldt, die geldt ook voor de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, meneer Bashroeri. Ja. Meneer Brusselmans, u zou zich erg moeten schamen. En voor één keer heb ik dus de uitzondering gemaakt om mij niet naar voor te richten, maar naar achter te richten. Maar het zal altijd zonder ons zijn als het gaat over de rechtsstaat, ad hoc in, vijf, in twijfel trekken en ook niet uh, om uh, fundamenteel te doen.